Geef hem applaus, jongens, want hij gaat met mij tegen mij spelen. Realistisch. Ja, dat jij hier gaat zitten gewoon. Ja, realistisch. Het spel is natuurlijk allemaal wel dat, het, hè, dat je goed richt. Die maakt per jullie schoon, schoon, dus mogelijk. Dat weet ik ook niet. Zo. Ha. Oh, ja. Nou, dan ben ik nu op zoek naar de grootste van de klas. Ik ben er ook. Oh, ja. Kom maar. Ben jij de grootste van de klas? Ja. Nee. Wacht even hoor. Was je... Wacht even. Hoezo dacht jij dat jij de grootste van de klas? Gas, ben jij? Is er iemand groter? Oh, kom maar, kijk, kom maar. Je staat op je tenen. Je staat op je tenen. Ik neem hem. Fortnite, hè? Kom, ja. Nee, ik neem hem mee. Ja, de groeten. Nou, hoe heet jij? Voerkam. Hey, Voerkam, wat is het probleem? Ik ga het je even leren, zo, denk ik. Hoe kom je zo groot? Je vader is groot. Moeder. Wat is het? Vader. Je vader, mijn grote vader. Want je bent 11? 11. 12? 11. 11 jaar. Hoe lang speel je het al, Fortnite? Fortnite vanaf seizoen 1. Ah, van seizoen 1. Ga maar achter de groene wand staan. Mag je je even voorstellen? Ja. Wie je bent en wat je doet. Ga ik heel even naar het toilet. Ik ben naar het toilet tegengekomen. Ja. Kom maar dan. Oeh. Even je intro doen, volgens mij. Wat? Ja, man, dan vroeg je al waarom het pinsje net omviel. Ja. Maar doe even je intro kaart. Je moet even zeggen wie je bent en wat voor gewoon nog meer allemaal. Ik had het pinsje wel goed vast. Doe maar. Oké, komt-ie aan. Ik ben Voerkan, woon in Amsterdam, West en speel vanaf seizoen 1. Kijk eens, hoppakee. Zo. Hey. Hey. Wij gaan Fortnite spelen, of niet? Ja. Goeie, aangenaam. Had je me verwacht op de Kingski? Nee. Dacht je gewoon het waait hard of zo? Ja. Hey, Ron, is ook ja, jongens, ga lekker zitten, ga ik zeggen. Dat was een verrassing, neem ik aan. Je mag plaatsen door op een stoeltje staan. Ja. Ja. Het probleem is Eme, geloof ik, hè? Eme? Editen. Editen is het probleem. Zeg, ja. Okay, zei ik editen? Ik zei toch editen, ja. Wat is dat precies, editen? Nou, editen is zeg maar als je een structure hebt geplaatst, bijvoorbeeld een muurtje of een plafonnetje of een piramide, dan kan je die nog editen. Dus bijvoorbeeld even een deurtje erin maken, of een raampje erin maken, of een driehoekje waardoor je, ja, het makkelijker doorheen kan. En wat gaat er dan fout bij jouw editing? Je verbouwt het? Soms edit ik een muur, ik bedoel een deur, terwijl ik iets anders wil editen. Ah, oké. Okay. En met welke knop edit jij dan? Rondje. Oké, dat is met rondje. Dan zou ik je daar gelijk al een tip in willen geven. Want speel jij Builder Pro of speel je... Builder Pro. Ja, oké. Ik speel dus op custom en ik edit met driehoekje. Want als jij met rondje edit, dan moet je hem zeker ingedrukt houden en dan edit je. Ja. Toch? Ja. Weet je wat we dan even gaan doen als jij problemen met editen? Gaan we even een creative map doen. Het heeft alles te maken met zo'n instelling dan toch? Ja, wel veel inderdaad. Okay, ik speel dus op custom. En ik wil het dus ook gelijk aanleren dat wij nu met het driehoekje gaan editen. Ja. Uitdaging wel, hè? Ja. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Want je bent het niet gewend. Nee, ik ben echt niet gewend. Nee. Ik had het wel eens een keertje geprobeerd. Je hebt het wel eens een keer geprobeerd. En beviel het? Nee. Nee, ja, nee, het is ook echt lastig om aan te wennen. Het is echt, ik heb denk ik ook wel een potje of 20, misschien wel 30 moeten spelen voordat ik er een beetje aan gewend was. Ja, we zitten nu dus in de oefenmap. Hier kan je eigenlijk alles oefenen. Dus ik zou je deze map sowieso aanraden om te gebruiken. Dus als het goed is, hebben wij hier ook, kijk, we hebben hier een warm-up. We hebben daar awkward edits. Nou, dat is dus lachen, want dan word je de hele tijd tegenaan geboost. Maar daar zie ik al de infinite edits. En daar wil ik eigenlijk met jou naartoe. Want wat vind je het moeilijkste? Want daar wil ik nu met je op gaan focussen. Je ziet hier, alles kunnen we doen. Alle edits. Zeg maar. Naar beneden edit vind ik wel het moeilijkste. Dat vind je het allermoeilijkste. Oké, dan gaan we daar op oefenen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel. Hoppakee. Nou, wat belangrijk is, allereerst natuurlijk, is dat je naar je settings gaat en de nieuwe, dit is nieuw in Fortnite natuurlijk, de controller sensitivity settings. Op welke sensitivity speel jij?
Hier 7. Ja. En 8. 7 en 8. Oké, dus daar zit bij jou een verschil in. Oké. Maakt voor nu alleen niet heel veel uit wat je look sensitivity is. Het gaat mij echt om je build mode sensitivity. Waar staat die bij jou op? Op 1. Op 1 gewoon? Ja. Daar gaan we dus ook in wijzigingen brengen. En je edit mode sensitivity? Ook 1. Ook 1. Oké. Nou, voortaan gaan we jouw edit mode sensitivity op 1.7 zetten. En jouw build mode sensitivity mag wel naar 1.8. Even wat hoger, weet je wel. Even wat gas erbij. Kan je sneller om je heen kijken. Het verschil namelijk tussen de twee settings is, kijk, dit is de edit mode sensitivity. Dus als je eenmaal in je edit zit, hoe snel kijk je om je heen. Dat is dus heel belangrijk bij het editen, want dat bepaalt of jouw edit gaat lukken, ja of nee. En daarnaast heb je natuurlijk nog je build mode sensitivity. Dat is als je wil bouwen, dus nog voordat je gaat bouwen, hoe snel je dan om je heen kijkt. Wat ik altijd doe bij het naar beneden editen, is dat ik altijd op het laagste gedeelte van de trap ga staan. Kijk, als ik boven op de trap blijf staan, vind ik het moeilijker. Kan ook, maar ik vind dat moeilijker. Dus ik probeer eigenlijk altijd op het laag gedeelte te staan. Je maakt hier een halve trap van. Confirm. Gelijk onder je. Eentje weghalen en weer doorgaan. Nou, en op een gegeven moment dan kan je dat gewoon een beetje snel doen. Voor mij gaat het ook nog lang niet altijd goed. Maar wel op zich redelijk. En hou je ervan om stil te blijven staan of beweeg jij ook echt? Stil te blijven staan. Jawel hè? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je nu met mijn setting zou moeten spelen, dat het voor jou heel lastig is. Dus we gaan voor jou weer een rondje instellen. Deze mag jij voor mij doen. Dit is hem. Ja. Oké, succes. Ja, want we hebben welke knop moet jij hem confirmen, de edit? Rondje. Oké, je confirmt hem ook met een rondje, ja. Zie je dat, wat daar gebeurde? Hij, op zich kan hij best wel snel editen, voor zover ik kan zien. Alleen hij heeft dus het probleem dat hij soms niet in zijn editmenu komt, omdat hij hem ingedrukt moet houden. En dat is hier het ding. En dat kost heel veel tijd. Ja, want hij kon nu al 4 keer in zijn editmenu zitten. Maar 4 keer lukt het niet echt weer. Oh, dan lukt dat niet, omdat hij net die knop niet lang genoeg ingedrukt houdt. Ja, als hij hem zou zetten op driehoekje, dan kan hij gewoon 1 keer op driehoekje klikken zonder hem ingedrukt te houden. En dan zit je gegarandeerd in je editmenu. Dus dan gaat het veel sneller. Dat zal even wennen worden. Ja. Zullen we het eens proberen hierna als je beneden bent? Ja. Top man. Maar met dit zie ik wat er gebeurt. Dat zag ik bij jou niet zo snel in. Dus dit is vrij langzaam. Ja, maar dat komt dus denk ik echt door dat editmenu. Dus wat wij nu gewoon gaan proberen, is ik ga hem op mijn settings zetten zoals ik eigenlijk altijd speel. En dat is op custom met de edit op driehoekje. En je confirmt hem ook met driehoekje. Deze vind ik ook wel interessant. Deze is ook wel leuk. Dit is namelijk met een piramide en met een platformpje op elkaar. En daar moet je de editor doorheen editen. Zullen we die eens doen? Ja. Top man. Dus ik doe er even een paar voor. Je edit hem open. En zo ga je door. Ja, en zo ga je door. Net zolang tot je helemaal beneden bent. Ja. Yes. Nu gaat het even weg. Kijk eens hoeveel sneller je gelijk op gaat, gast. Ja. Nou, is dit een verschil of is het een verschil? Dit is een groot verschil. Kijk eens even. Ik zie het bijna niet eens. Kijk daar. Dit is zo... Als een beest gaat hij. Snap je nu? Klikken. Ja. Snap je nu hoeveel verschil dat maakt dat jij één editknopje aanpast? Je gaat als een beest, gast. Je gaat nog sneller dan ik. Hierop. En klaar. Hij is beneden. Ja. Bizar, hè? Zullen we nog eens eentje doen dan? Goed hoor. Oh, deze vind ik ook wel leuk. Dan kan je je build resetten. Dus je komt er aanlopen. Je pakt hem. Je reset met, dat is namelijk niet veranderd, dat is gewoon nog hetzelfde. Ja. Boom, confirm de edit en je loopt door. Ja? Ja? Kijk hoe snel je dat doet. Alle builds moeten gereset worden, succes. Je bent snel man, je bent heel snel. Kijk eens even, top man. Je hebt ze allemaal gereset hè? Ja. Nu ga je er trappetje van maken, je landt weer, op trappetje. Op trappetje, oké? Okay? Ja. Dus dan ga je vanaf hier een mansje een beetje. Alright, dan. Ah, hij gaat echt als een jacko deze gast. Echt niet normaal. Hij heeft het gewoon onder de knie. En hij gaat echt als een jacko. Ik vind het heel goed dit man. Dit is eigenlijk bijna onwerkelijk. Ik zou eigenlijk zeggen dat je me gewoon voor de... Gewoon in het ootje hield met je rondje, maar dat je dit eigenlijk altijd doet, weet je wel. Laten we hier nog eventjes naar boven gaan. En dan gaan we nu echt even een moeilijke doen.
Alright. Open editen, open editen. Trap verplaatsen. En door. Ja? Oh, dat wordt nog wat. Dat wordt een opgave, hè? Ja. Maar ik vermoed dat jij dat ook goed kan. Ik denk het ook. Maar dit is, hier komt alles samen wat alles we nu hebben geleerd. Alles. Deze man, wat een hel. Kijk eens even gaan, joh. Maar het is toch wel lekker dat je in zo'n korte tijd even wat uitleg krijgt en dat spel dan meteen een stuk beter speelt. Dit is echt, dit is niet normaal. Dit is niet normaal, dit is ongekend. Ik weet ook gewoon niet meer wat ik nu nog aan deze jongen kan leren. Ja, maar je hebt een gouden tip gegeven. Ik heb gewoon één ding met hem aangepast en hij gaat als een jack over die Fortnite heen. Dat is niet normaal. Wat ga jij doen als je thuis komt? Ik denk één settings aanpassen, of niet? Ja. En het rondje weggooien. Ja. Thuis ook. Met driehoekje editen, jongens. Of linkerstick, ook goed. Nou, helemaal top. Top als je dit nou een leuke video vindt, doe even een duimpje omhoog. En abonneer je even op het kanaal, toch? Ga helemaal gratis. Ja, dus waarom zou je het niet doen? Maar waarom zou je het niet doen, zeg? Ben je de volgende keer ook op de hoogte als er een nieuwe video wordt geüpload? Ja, dat is ook leuk. Dan weet je dat er een videootje komt weer van Fortnite. Ik zie geen reden om het niet te doen. Nee, ik ook niet. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Duimpje, duimpje. Doei.